De 3 weken geleden opgeschorte actie van de organisatie van bushouders in Suriname, OBS, wordt morgen hervat. Alle boten zullen dan aan de ketting blijven en de bussen blijven in de garage. Iwan Woon, ondervoorzitter van de OBS, zegt dat de gemaakte afspraken met de regering en de leiding van de NVB niet zijn nagekomen. Bus- en boothouders komen niet uit met de dagopbrengsten omdat de benzineprijzen schrikbarend zijn toegenomen. Ze vragen een voorschot van 70% van hun subsidie, zodat de benzine kan worden betaald. We zijn 3 weken verder en we zijn met een ander voorstel gekomen, omdat ik een gesprek had met de directeur en de president, commissaris van het NVB, meneer Verhey, waar er bepaalde afspraken waren gemaakt. Oké, nog steeds niets daarvan terechtgekomen. Eergisteren heeft de directeur mij toen gevraagd, als ik, aangezien dus dat rekenmodel dat wij in de tijd hadden ingediend, dat rekenmodel waar we overeenstemming hadden bereikt met het NVB, de minister zou een team samenstellen om het nog een keer te bekijken. En dat was onder andere een van de zaken die binnen die 2 weken zou gebeuren. Dat is niet gebeurd. Dus vandaar dus dat eergisteren de directeur mij gevraagd heeft, heeft u misschien een andere oplossing? Ik ben toen met een oplossingsmodel gekomen. Gisteren heeft ze dan besproken met de minister, dat oplossingsmodel. En vanmorgen had ik weer contact met haar en zij gaf me aan van, ze heeft dus dat voorstel gebracht naar de minister en de minister op zijn beurt heeft het doorgeleid naar de minister van Financiën. Maar daaraan heb ik niets. De leden van ons hebben niets. Wij willen gewoon weten van, is dat voorstel goedgekeurd en wanneer vindt de betaling plaats? Woon wijst erop dat de benzineprijzen hoger zijn dan de dagopbrengsten van de boot- en bushouders. Hierdoor komen ze in financiële problemen te zitten. We kunnen geen chauffeurs betalen, we kunnen geen onderhoud plegen. Weet je op dit moment hoeveel bussen uitgevallen zijn? Alleen het feit dat ze niet kunnen tanken. En ze kunnen geen onderhoud plegen. Ze kunnen geen chauffeurs betalen. Niets kan gedaan worden. Iwan Woon, ondervoorzitter van de organisatie van bus- en boothouders in Suriname. De eis van 70% aan voorschot is in afwachting van de goedkeuring van het nieuwe rekenmodel voor subsidie. De bond zal in actie blijven tot er een vredige oplossing komt.